Oké, eerste reactie. Jongens, welkom in de leukste keuken van Rotterdam en omstreken. Zoals jullie weten zijn wij de Thuisjes, of niet weten. Wij zijn de Thuisjes en wij nemen jullie elke week mee in onze wereld van food en family. Yeah. Vandaag maken we iets veggies en dat is namelijk Pizzo. Pizzo! Voor degene die niet weet wat Pizzo is, dat is Goofy. Cool. Kousenbaan. Ja. En Tauge. En Dagoblad. Dagoblad is Cancun volgens mij. Of en Cool. Met pindasaus. Pindasaus. Een beetje een pittige pindasaus. En daarnaast maken we ook mijn lievelingsgerecht. Ja. Omdat wij zoveel peper eten, zei iedereen van, nou, joh meiden, waarom ga je niet die hot spicy challenge doen? Ben jij benieuwd wie van deze twee girls gaat winnen? Wie en meer peper aan kan dan de ander? Stay tuned. Doei! We staan vandaag lekker in de keuken. Ja, met drie prachtige vrouwen. Luister. Wat een mooigheid in de keuken. Nou. Wat we vandaag nodig hebben is eigenlijk alleen maar verse groenten. Dus als je even naar binnen gaat met je camera, zie je hier zo vers schoongemaakte tauge. Ja. We zien spitskool. Ja. We zien dagoblad, oftewel kankoen. Ja, dat ja. Ja. En natuurlijk kousenband. Ja. Daarnaast hebben we bakkenbanen, dat maken we met pindasaus. Ja. Natuurlijk rijpe bananen. Ja. Best wel raar. Dubbelwater. Ja, bubbelwater. Ja. Zelfrijzend bakmeel. Ja. Van bloem. En dan zijn we er doorheen. Waar gaan we mee beginnen? Ik denk eerst, zoals we in ons vorige vlog hebben gedaan, gaan we eerst alles uitkoken. Ja. En dan gaan we het eerst. En als alles op vuur staat, dan gaan we de challenge doen. Oeh. Ja. Denken jullie dat die spicy noodle challenge echt peper is of niet? Nou, ik hoop het niet voor jou. Nou, weet je wat ik dus denk? Nou, weet je wat ik dus denk? Ik denk dus dat, zeg maar, spicy is voor iedereen een pepertje. Kijk, wij zijn echt Ajuma-pepers gewend, hè. Wij zijn echt hete pepers gewend. Dus ik denk dat jullie dit wel beide gewoon aankunnen. Ik ben echt benieuwd. Mijn moeder is hier lekker bezig met de kousenbandjes snijden. Schoonmaken. Schoonmaken. Ja. Ze haalt hier lekker alle puntjes ervan af. En het uiteinde ook, hè? Nou, en het uiteinde. Wat wordt hier uitgekookt? Alles. Alles in één pot? Nee, niet alles in één pot. Dat hebben we vorige vlog ook al gezien. Lekker alles apart scheiden. Ja. Maar allereerst doen we de kousenman, want die is nu mannen aan het schoonmaken. Oké. Lekker de tauge aan het schoonmaken. En de tauge hoeft maar heel even worden uitgekookt. En het kan gewoon in hetzelfde pannetje als waarin je de kousenband hebt uitgekookt.
Dat hebben jullie me vast wel vaker zien. Jullie zijn hier lekker bezig met de bakkabijntjes schillen. Het is echt een super easy, snel gerechtje, jongens. Hier lekker de banaantjes. Mijn moeder die naast bezig is met de groenten uitkoken voor de pizza. En Elisha zich aan het voorbereiden is op de hot spicy noodle challenge. Ga ik nu trouwens gelijk die bakkabijntjes doen. Wat je doet is, je pakt een beetje meel. Dat doe je compleet hierin. En dan doe je er dus spa rood bij. Waarom? Dan word je meel wat dikker en dan hecht het wat meer aan je banaantjes. Dus dan doe je de spa rood bij. Zie je dat het lekker gaat schuimen? Ik heb het nog nooit zo gezien dat het zo gaat schuimen. Ja, en dan ga je het lekker op. Ik wist het ook eigenlijk helemaal niet. Ik doe er nog een beetje meer bij. En je moet een beetje aanvoelen tot wanneer het een goed mixje is. Dus door totdat je zo een beslag krijgt. Is iets dikker dan pannenkoekenmix, zeg ik altijd maar. Ik weet niet of je het goed kunnen zien. Zo, en dan doe je je pannetje op vuur. Zet je genoeg zonnebloemolie bij. En wat doe je dan? Dan doe je de banaantjes er zo lekker in gooien. Zo. En dan doe je ze zo lekker onderdompelen. En dan haal je ze er voorzichtig uit, zo. En dan doe je ze zo netjes op het vuur gooien. Saus eten, omdat we natuurlijk en bakkabana en pizza hebben. Doe je dan in een potje. Dan doe je het zo en dan doe je eigenlijk gewoon een heel klein beetje warm water erbij. Echt maar een heel klein beetje. Dan ga je met een vork even zo alles lekker plat drukken. En draaien. En wat doe je dan? Dan doe je dit dus zo op het vuur om een beetje warm te maken. Dus laat het niet uitkoken. Klein beetje warm maken, zodat het een beetje dikker wordt. Nee. Hij was born ready. Het ruikt gewoon naar een beetje teriyaki achter. Het ruikt gewoon lekker. Ik weet niet hoor. Volgens mij lusten wij dit gewoon. Ja, kom dan. Ja? Nou jongens, we zitten hier aan tafel met ons overheerlijke spicy noodles. Mama, je moet hoe heb jij lipstift op en ik niet? De hele lipgloss. Jezus. Waar heb je dat gezet? Oké, jongens, ik heb net die noedels in elkaar gehusseld en we zitten nu eigenlijk ready voor de challenge. We hebben nog geen hap genomen, nee. Dat gaan jullie ervaren. Alleen, wij eten het meestal met gebakken uitjes, hoor je dat, voor de lekkerheid. Dat mag niet, denk ik. Geen gebakken uitjes. Oh, durf niet! We hebben dus deze noedels gebruikt. En we gaan nu een hap nemen. We gaan nu ons eerste hap nemen. Oh my god. Heb jij hem al zo gedaan? Ja, ik heb hem al netjes gemaakt. Ja. Proost. Ik ga gewoon zo, hoor. Proost. Cheers! Ah! Oké, okay, eerste reactie. Goed te doen. Peper. Nee. Ik ga dood. Nee. Nee. Ah! Ik had hier gewoon traanogen. Wie dat eerste op heeft, wil je zeggen? Ja. Wat is het? Jullie mening. Oh. Jij bent nog best cool, Boef. Ah, mijn tong brandt. Mega, mega, mega hot. Even een stokje laat hoor. Ja. Maar? Ik weet het niet.
Voor de ruis vind ik het wel. Ja, ik zeg je eerder, ik had het nog wel erger verwacht dat ik gewoon echt melk nodig zou hebben of zo. Weet je wat het is met peper? Ook al is het echt heel peper, we gaan er gewoon voor. We gaan altijd door. Ik ga winnen, bedoel je? Ga je even, ik kan onder. Ja, jezus. Schwester, je bent heel snel aan het gaan, maar ik ga het hier spijt van krijgen, denk ik hoor. Ik zeg je eerlijk. Laten we ook maar een slok water nemen. Kijk mijn ogen. Zie je het of niet? Ja. Oh, beetje waterig, hè? Ik ben het plan zetten, hè? Oh, nu brandt mijn tong. Echt heel veel peper en ik heb nog nooit tranen over gehad. Jij hebt dat nog nooit gehad. Nee. Jij eet gewoon verse pepers, alles. Heet het? Ja. Ik denk nu wel dat het duidelijk is dat ik heb gewonnen en Goofy niet. En het grappige is nog, Goofy speelt vals, want al die jus, zeg maar, ligt onder op haar bord, dus ze eet gewoon droog. Nee, hoor, helemaal niet. Al die peper zit hier onder. Jawel. Het speelt fucking vals. Oké, ik heb gewonnen zoals jullie zien. Ik ga hem wel even opeten nog. Ga je hem opeten? Ja. Doe mijn neus lek. Mijn tong is rood. Ik ben van slag. Jongens, we gaan even onze ervaring met jullie delen. Water in mijn mond. Helemaal geen, ja, dat is sowieso als je peper... Ik moet spugen van het water. Goor. Kijk mijn mond. Allemaal speeksel. Ik vond het gewoon wel lekker. Het was wel peper. Klaar mee, man. Wie heeft gewonnen? It's me, of course. Ik ben altijd alles. What a winner, 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 winner. Maar de volgende keer daag ik je uit voor iets nieuws. Oké. Challenge accepted. Laat even weten in de comments of jullie een challenge van ons willen zien. En welke. Ja, en welke, want ja. Natuurlijk weten we wie de winner is. You know, it's me, Laija. Die zegt net dat ze buikpijn krijgt. Ja, dat zal ik vertellen. Twee happen noedel op. Dat bedoel ik met Goofy. Altijd zo overdreven, jongen. Nee, maar... Ze liegt zeker. Ze heeft twee hapjes op. Oh, jongens. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Goofy zit naast me te lachen, maar ze gaat dood van de peper nog steeds. Ik snap het niet, maar goed. Jawel. Ze zegt altijd, ik heb water in mijn mond. Bla, bla, bla. Voel je dat? Mijn buik. Mijn buik brandt. Mijn buik brandt. Ja, lach hier. Mijn buik brandt. Oh, jongens, ik weet niet wat ik moet doen. Slokje water. Het gaat niet goed. Nee. Jongens, kennen jullie ook dat als je thee drinkt, wordt het nog erger en dan gaat het wel over. Dat is een kleine tip. Ik zeg eerder, ik voel me echt zo'n tinteling in mijn buik, een beetje zo. Ja, het brandt wel hier, hè? Klein lavaatje. Ja, bij mij brandt het ook wel hier. Ja, zo'n beetje. Ja, het brandt inderdaad wel. Het borrelt. Nou, dat ook weer niet. Het borrelt! Ja. Dus jongens, deel ons, like ons, subscribe ons, spread love with us. En we zien jullie snel. En als jullie nog meer ideeën hebben voor challenges. Ja, wij willen dus nog een challenge gaan doen. Want Shaya, ik ga sowieso verslaan. Dat gaat sowieso niet gebeuren. Ja. Dat kan ik jullie al vertellen. Dat gaat sowieso niet gebeuren dat je me gaat verslaan. Maar ik wil wel de challenge met je aangaan. Maar laat alsjeblieft weten wat voor challenge jullie willen zien met mij en mijn zwesters. Dus die ga ik meteen aan. Stem op mij. Deel mij. Like mij. Ben voor mij. Je ziet het. Elisha, winning team. I don't need no aprons.